Ja, van het eerste uur van de SVV uit 1904 gaan we nu praten over een vereniging uit 1884. En ik denk dat dat een van de oudste clubs van Schiedam is. En met ook nog de staturen van vroeger. Als je daar binnenkomt, dan het ademt toch voetbal, het ademt cricket. Meervoudig Nederlands kampioen cricket. Ook Nederlands kampioen voetbal geweest. Ja, en de trainer van de zondag van die club, met de nodige staturen, is Jerry Visser. Jerry, je hebt in je jeugd daar zelf gespeeld. Je hebt in de senioren daar gespeeld. Je hebt tussendoor nog even bij Feyenoord gespeeld. Nou, daar ben ik altijd blij mee als ik dat hoor. En nu ben je trainer van de zondagafdeling. Vorig jaar kampioen geworden. Glorieus. Ik heb dat mee mogen maken. En dat was echt een klein feestje. Ik heb een trainer nog nooit zo vaak nat zien worden. Want ze bleven me water gooien. Ja, en nu dit seizoen een middenmootje. Toch? Ja, nou, daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Want dat was wel de doelstelling natuurlijk. Dus, want ja, als je verleden jaar natuurlijk met 10 punten kampioen wordt in de vierde klas. En je gaat naar de derde klas. En dat viel me dan wel op. Dan is het wel een grote stap hoor. Van de vierde klas naar de derde klas. Wat is het verschil echt? Nou, dat zei ik tegen die jongens ook. Ik heb natuurlijk met die jongens heel veel gepraat. Ik praat ook veel met die gasten. Maar lopende mensen zonder bal. En dat is het. Hè. Bij vierde klas is het, krijg je een balletje in je voeten. Hè, en dan kan je nog even kijken. Maar in de derde klas is het allemaal lopen zonder bal. Ik zeg ook altijd aan die gasten, een speler, weet je wel, of wat krijgt hij? Als hij stilstaat, wat kan hij spelen? Ja, nooit een bal, want je staat stil. Nee. En dat is in de derde klas, is het alleen maar lopende mensen. Dan zie je achter je rug, lopen ze weg, weet je wel. Dan zeg ik ook, kijk nou, trouwens naar zijn gezichtsveld, want anders zie je gewoon rugnummers. Ja. En dat is het verschil met de derde klas en vierde klas. En natuurlijk kansen, als je één foutje maakt. Ja, ik krijg je minder, hè? Ja, ja, maar je maakt ook persoonlijke fouten, zeg maar, op je eigen helft. Dan wordt gelijk afgestraft. Ja. En dat is het probleem. En wat ik dan wel knap vind is dat je eigenlijk met een bijna dezelfde ploeg, want je hebt er niks bij gekregen, nee. Je toch aardig staande houdt in die klasse. Ja, kijk nu de laatste vier wedstrijden, zei ik ook, de laatste vier wedstrijden, zeg ik, de doelstelling is de laatste vier wedstrijden 9 punten. Ik zeg, meer neem ik geen genoegen meer. Nou, dat hebben ze gedaan. En ik zeg ook, de eerste 5 wedstrijden van het seizoen kregen we precies de toppers eigenlijk. En dat zie je ook, want die staan ook echt de nummer 1 tot nummer 5. Ja, ja. En toen was natuurlijk iedereen, ja, dit en dat. En het was toch weer ruim paniek. Maar ik ben niet zo ruim paniek. Maar nee. Het knaagde ook wel mij natuurlijk. Want je kent me een beetje. Ik wil natuurlijk niet bij de onderste zijn natuurlijk. Nee, en ik doe er alles aan. En die jongens doen er ook alles aan. Daar ben ik ook mee bezig. Dus, en als je dan de laatste 4 partijen 9 punten pakt. Met goed voetbal. Met heel veel kansen creëren. Met het hele eigen jongens. En dat vind ik helemaal knap. Echt en heel jong natuurlijk. Er lopen 3 jongens heen. Die zijn net de eerste jaar senior. Ja, dan zeg ik. Dan heb je nu. Dan sta je 8e. Waar je ook 6e. Daar moet je staan en niet ja, precies. Jouw ploeg is inderdaad, zoals nog een paar ploeg is Schiedam, aardig jong, zeg maar. Ja. Jullie hebben nog net geen kompkins die ze naar de training brengen. Nee. Dus, maar het is, maar aan de andere kant is het wel heel leuk werken met zo'n jonge ploeg. Ja, het is grandioos. Kijk, ik heb een dochter van 18, weet je wel. En die kennen ze ook allemaal natuurlijk in het uitgaansleven, noem maar op. En dan, dus ik vond het wel zo'n roze van mij vrijdagavond. Ze staan allemaal voor je deur. Ja, die gaan, joh, deze ga je meestappen. En dan zeg ik, werd te bespreken, jongens, zondagavond zat de assen weer met een balletje hak bij me aan tafel, weet je. Dan liggen ze helemaal in de deuk, die assen natuurlijk, want die vinden het prachtig. Ja, en dan verleden week, of 2 weken geleden, de SVV, kijk, dus de sfeer, als die resultaten minder worden, ja, dan moet je uitkijken dat de sfeer ook niet minder wordt. Nee, precies. Als dat allebei minder wordt, dan moet je uitkijken. Ik weet wel waar jij naartoe wil. Ja, en dat ben ik, denk, hey, nou moet ik even ingrijpen. Ja, maar dat is een al oud trucje is dat, die wij nog hebben uit de jaren, toen ik zelf ook leider was. Op een gegeven moment zijn er bepaalde trucjes om een ploegje op scherp te krijgen. Ja, een van die trucjes die heb jij nou 14 dagen geleden uitgehaald. Ja. Door gewoon een compleet ontbijt voor die gasten bij jou thuis neer te zetten. Bij mij thuis, ja. En jongens, we gaan eerst ontbijten en dan gaan we voetballen. Ja, dat vonden ze grandioos. Kijk, en ik ben een jongen ook tot van de tijd, als je half 1 moet verzamelen, half 1. Als je een seconde later bent, sta je er gewoon naast. Wat ben je de beste of de slechtste, weet je wel. Ja, en dat weten ze nou ook wel van me. En het mooiste was, kijk, ze kwamen allemaal, ik zeg, 11:15 bij mij verzamelen en als je te laat is, sta je er gewoon naast. Ook al is het gewoon bij mij thuis, weet je wel.
En, maar het mooiste was, in mijn straat kon je haast de auto niet kwijt. En dan komen de twee aanrijden, 10:30, 11:30. Doen ze de knippenlichten uit. En dan zeggen ze, trainer, even aanbellen. Melden, even ik ben op tijd, hè, maar ik kan mijn auto nergens kwijt. Weet je? Ah, ik denk, ja, dan heb ik wel een leuk gevoel met die gasten. En dan komen ze allemaal. En dan, ja, en dan hebben we ook nog humor. Weet je, kijk, dan zeg, komt er een Robert Palm. Die komt stiekem in zijn badjas en zijn slippers aan. Weet je, en dan doet hij net die van boven naar beneden. Komt bij mij thuis. Dat hij met mijn dochter, bij mijn dochter al geslapen. Geef een voorbeeld. Ja, ja, en die gasten zitten dan met zo in die kamer, weet je. Maar goed, dat is met die jonge gasties. En dat weet Michel ook wel. Je moet ze op een gegeven moment triggeren met bepaalde dingen. En, maar dat lukt ook vaak. Bepaalde trucjes lukt ook maar één keer. Ja, tuurlijk. Je moet het niet iedere week doen. Dat is heel simpel. Ik zou je een voorbeeld geven. Ik heb jarenlang met Nasri samengewerkt. Nasri. En dat deden we de jeugd van de HVO. En op een gegeven moment, die gasten die moesten tegen Nieuwekerk en IJssel. En dat was hun kampioen of wij kampioen. Maar bij Nieuwekerk speelde een meisje. Merel Snoek. Die naderde op het Nederlands elftal gehaald. En dat is trouwens de eerste dame die in het betaald voetbal bij de dames een rode kaart heeft gekregen. Oké. Okay. Maar die meid die speelde die gewoon die gasten gek. Nou, en wij hadden toch aardig wat voetballers lopen, hè? Bij HVO. Echt goede voetballers. Ja, weet ik nog. Nou, wat hebben we op een gegeven moment gedaan? Je had die posters van Loesje. Nou, en dan had ik van elke speler had ik een tekst genomen. Van hey, die keeper, dat was dan mijn zoon. Die kan beter gewoon een vissergunning gaan halen. Groetjes, Merel. En dan hadden we die hele kleedkamer vol met posters gehangen. Echt, van onder tot boven. Allemaal uitgetraind en zo. Resultaat? Wat denk jij? Ze werd aan alle kanten best over de boarding heen geschopt. Want het zal toch niet gebeuren dat jij je laat piepelen door een grietje. Alleen, het werkt maar één keer. Dat werkt ook maar één keer, weet je wel. En dat is de humor en dat is de ervaring die je hebt als je al zo lang meeloopt. Ja, natuurlijk. Jerry is echt een, gezelligheidsdier. Een people manager, die ertussen staat, een Guus Hiddink type, zeg maar. Ja. En dat is gewoon, op dit niveau is dat zo belangrijk. Die jongens die moeten gewoon met plezier naar de training toe gaan. Over tactiek het ook hebben, hoor, absoluut. Maar tuurlijk, ja, de wil en dat je het trainingsveld vol blijft houden. Ik denk, er komen aardig wat jongens trainen. Nee, donderdag hebben we er toch. Ja. We hebben maar 25, 28 slechts spelers. Maar 23 heb ik er zeker donderdag. Ja, precies, deze dag zit ik wel iets minder. Ja. Omdat je tegenwoordig ook een hoop studenten hebt natuurlijk. Ja. In mijn elftal. Die allemaal studie hebben. En, maar ja, ik zeg ook wel eens. En dat deed ik bij EDS ook. Weet je wel. Als ik van hun een stukje krijg. Dan krijgen ze van mij een stukje. En ik had vroeger André Pantelet. Die was er altijd op trainen. Weet je, bij EDS. Een goede spits. En hij zei, trainer, ik zit een beetje moeilijk ding. Dan moet ik naar een concert. Ik heb al kaartjes. Ik zeg, ga je lekker naar concert. Dat is heel belangrijk. En ik zeg het ook, ik ben heel eerlijk. Misschien van de 10 trainers zijn er 8 die misschien een betere veldtrainer is. Maar ja, ik ben misschien eromheen weer beter als van de. Maar dat is ook een kwaliteit. En dat is een kwaliteit die heel vaak onderschat wordt. Want je bent meer brandweerman, psycholoog. Je bent alles tegen hulpverlener. En 3 keer kampioen worden. En daar ben ik wel heel trots op natuurlijk. Dat bedoel ik. 3 ploegen naar de derde klas gebracht natuurlijk. En dat is maar van EDS natuurlijk echt wereldtijd gehad. 5 jaar lang en als laatste kampioen worden in de boeken. Dat is nou, zijn nou aan het pad gooien. Nou, jullie hebben de kantine deur toch dichtgespijkerd toen jullie er weg gingen? Ja. Dat was, dat was wel even een traan later. En ik rijd er nog wel vaak langs. Er staat er nog steeds spannend. Ja, maar we gaan nu weer. Ik heb nog wel eens gespeeld met VVK, beslissingswedstrijd. En toen was het al een tundra. Nou, echt, dat was echt bizar. Maar nu gaat het echt tegen de vlakte. Ja, maar ik rijd met een scootertje altijd naar mijn werk. En dan rijd ik zo langs McDonald's daar, weet je wel. En het is, zijn nu volop aan het heien, hoor. Het gaat er komen? Ja. Is het al bekend? Of, volgens mij gewoon in de strietterrein. Maar goed, nu zit je bij je eigen clubje, Hermes DWS. Ja. Daar heb je natuurlijk, ik wil niet zeggen daar heb je leren voetballen, maar ik denk toch wel een beetje. Ja, daar heb daar ben je groot geworden, zeg maar, als voetballer. Ja. En het is toch jouw clubje. Hoe bijzonder is dat om daar A, trainer te zijn, B, vorig jaar kampioen te worden met je eigen vereniging? Want ik zie jou nog staan na die laatste wedstrijd. Het was vreugde en verdriet. Vocht om voorrang op het moment dat die scheidsrechter eraf blies. Ik heb natuurlijk zoveel meegemaakt bij Hermes. En ik ben van E1 begonnen daar. Hè. Toen had je nog E10 hè, bij Hermes. E10 had je nog bij Hermes. En toen ben ik daar begonnen. En toen ben ik alle jeugdhelft al afgelopen. En toen ben ik 1 jaar even naar Feyenoord gegaan. En
En toen overleed mijn vader op vroege leeftijd. En daar had ik toch wel problemen mee, last van, want die was er altijd bij. En, was je manager toch? Ja, dat was mijn manager eigenlijk. Ja. En toen ben ik teruggegaan naar Hermes en daar ben ik dan weer gebleven. Want ja, ik moest 4 keer een week trainen bij Feyenoord. En mijn moeder die kon me ook niet meer brengen. Nee. En als je een jongen van 13 jaar met de trein helemaal naar Rotterdam Zuid, dan wordt het toch een beetje. En nou ken ik het helemaal niet. Misschien kon het die tijd nog wel, maar nu helemaal niet meer. Nee. En zo groei je op bij Hermes en speel je in de regionale jeugd hè, nog. En dat heb je nou ook niet meer. Met Jan Kooijmans toen met trainen. En toen in 9 jaar in het eerste was ik, en ben ik aanvoerder geweest en noem maar op. En ja, en mijn opa die zat er ook nog iedere wedstrijd. En dat doe je denk ik op dat ik natuurlijk ook wel een traan heb gelaten. Want ja, na het laatste fluitsignaal. Als je dan gaat vindt, dan kijk ik altijd naar de uitgang. En er zat altijd die oude visser, Johannes Visser. Die was natuurlijk ook nog toneelmeester in het Passage Theater, die filmman. En dan zat hij altijd met zijn stoeltje daar zo. En toen de laatste functie, kijk ik daar wel. En toen had ik het wel heel moeilijk. Ja. En zeker als je al die mensen om je heen zeggen, je hebt geweldig gedaan. Het is 40 jaar geleden dat we kampioen werden. Ja. En als je dan waar je opgegroeid bent, waar je al heel je roots ligt. En je ouders die altijd bij Hermes waren, je vrienden. En nog steeds zijn mijn vrienden. Gisteravond heb ik dan toevallig bij Harry Vlasveld hebben we een kerstborrel gehad met Hans de Roos, met Danny Landbergen. Dat is zo leuk. En we waren 6, 7 jaar, Fred. En we gaan nog met elkaar om. En, maar jij had natuurlijk Hans de Roos ook bij de afgelopen seizoen als assistent. En die is al gestopt. Maar dat is ook zo'n figuur die blauw-wit geschilderd. Ja. Volgens mij is bij hem thuis alles blauw-wit geschilderd. Ja, en nog steeds. Maar ik zeg het ook, ik ben niet kampioen geworden. We zijn met z'n allen kampioen geworden. Ja, en zeker ook Hans de Roos is kampioen geworden. Weet je, dat zeg ik altijd tegen alle mensen. Ik zeg nee, als we hier staan. En Hans staat toevallig naast me. Ik zeg, wij zijn kampioen geworden. En die jongens hebben het gedaan. Alleen wij hebben het een beetje gestuurd. En Hans en ik, ik kan lezen en schrijven met elkaar. We hebben hetzelfde humor. En wel discussies gehad op de bank, wat zullen we doen en dit. Maar wij kunnen het eerlijk tegen elkaar zeggen, want we zijn vrienden en goede vrienden. En dan accepteer je dat ook meer. En ja, dat was een ideaal duo en hij stopte ermee omdat hij gewoon lichamelijk problemen kreeg. Ook de training dinsdag en donderdag, weet je wel, het is koud en dat doet al jaren natuurlijk. Hij heeft natuurlijk jarenlang een tweede gedaan. En nou deed hij alleen bij mij dan en dat was leuk, maar dinsdag donderdag werd hem even te veel. Ja, precies. Dus, maar dan heb je nog een bloedfanatieke verzorger? Ja, Chris. Dus Chris. Ja, is een wereldfan. Kan ik het heel goed mee vinden. En ik kan eigenlijk met heel de club eigenlijk goed vinden. Ja. Het is een geweldige club. Ik zeg het, we wonnen zondag van Meeuwenplaat. En dan kregen we vrienden van Hermes. Kregen we toch wat centjes mee voor het trainingskamp. Kijk. En dan denk ik, dat is ja, dat is leuk. Ja, dus, het leeft wel weer bij Hermes. Zeker nadat we kampioen zijn geworden. En nu hoop ik dat we dan een stabiele derde klasse worden. Dat is het doel ook? Of is het dan echt toen stiekem een stap maken misschien naar de tweede klasse? Ja, dat zijn natuurlijk bij Hermes helemaal mooi wezen. En heb je zaterdag, natuurlijk. Die hebben natuurlijk ook nu een periode titel gepakt. Ja. Dus zijn nu wel afgezakt, hè? Ja, zijn nu wel afgezakt. Ja, Rico is natuurlijk ook jeugdhoofdopleiding. En die doet het goed en doet er alles aan. Kijk, daar kan ik ook goed mee vinden. Ja. Want het is bij ons geen strijd tussen de zaterdag en de zondag. Nee, precies. Wat is nog steeds... Wat je heel veel hoort, weet je. Hermes is natuurlijk echt een zondagclub. En is daar nog inderdaad niet gekozen tussen zaterdag en zondag? Nee. Dat nog niet? Nee, want Rico, dinsdag is Rico de meester. Dan ben ik eerder, ga ik al een bakje drinken samen. Ja, en hebben we het over heel de week. En dat heb ik wel eens anders mee. Ja, absoluut. Dat gebeurt. Ja. Nee, dat is mooi. Ik kijk net even op teletext. Feyenoord staat 1-0 voor. Wederom Kazim Richards gescoord. En Excelsior 0-0, hè? Dus dat gezeur over dat hij niet scoort en weet ik het allemaal. Ja. Daar word je langzamerhand wel een beetje beroerd van. Want elke keer scoort hij wel weer. Of hij legt die ballen zo panklaar dat ze er alleen maar tegenaan kunnen lopen. Ja, dat is niet verkeerd, hoor. Ik heb een paar wedstrijden bezig kijken bij Feyenoord. Ik heb weken geleden, mijn zoon vroeg op een gegeven moment, pa, wat vind je nou van die Kazim Richards? Hij zei, ik zit hier in de Kuip. Dat was tegen... Weet ik veel welke wedstrijd hij geweest was. Ja. Hij zegt, hij loopt alleen maar in de weg. Ik zeg, wat ik op tv zie... Daar was ik ook goed in altijd, hoor. Ja, dat was je. Dat is een kwaliteit. Ja, weet je wat, toen heb ik tegen mijn zoon gezegd van... Kijk nou gewoon eens wat hij aan ballen breed legt en wat hij doet. Ik zeg, ik vind Kazim Richards vind ik gewoon een pelle. Alleen met iets minder techniek en minder scorend vermogen. Maar hij doet precies hetzelfde. Hij houdt de bal vast. Ja. Hij kaast de bal. Hij weet precies wat hij in de bal vast. Hij werkt in ieder geval keihard. Ja. Hij wil eens een beetje opzwepen. Afgelopen woensdag dacht hij dat hij de man was. Maar ja, dan kreeg je nog even de 4-3 om je oren. Maar hij doet één ding verkeerd, Mies. Ja. Want ik ben een paar wedstrijden bezig kijken. Wat Fred zegt klopt exact. Hij wint heel veel duels. In de kaats is hij verschrikkelijk goed. Ja. Alleen hij kiest wel eens de verkeerde positie voor de coach.
wel. Op dat moment dat hij voor de goal komt. Kijk, dan zeg ik ook wel. Doe een beweging naar de eerste paal. En drie passen naar achteren. En je staat op de tweede paal. En je kopt hem erin. Maar hij loopt eigenlijk in de dekking. In de 16 meter gebied. Pas uit de dekking. En dat is zijn probleem. Ja, maar het is een spits. Hebben ze een spitsen trainer bij Feyenoord? Die dat hem leert. Meld jij gaan. Nee, maar dat heb ik nou een paar keer gezien. Dan, hij gaat juist in de dekking lopen in de 16. Ik denk als de voorzitter van de zijkant komt. Ja. En niet twee passen naar de eerste paal. En dan twee passen naar achteren. En daar komt die bal. Ja, dat precies. Zie je, maar de kaas en hij bediende er wel. Ja, maar hij werkt inderdaad hard. Maar dat is toch wel essentieel voor een spits. Dat je dat, wat jij net schetst, dat je dat beheerst. Op dat niveau. Ja. Ik bedoel, dan ben je een goede spits. En werken doen ze in de haven doen ze ook hard, hè? Dat is het hele verhaal. Een paar, twee weken terug natuurlijk met PSV. Die hadden waterpolo les gehad. En die konden dan niet 48 uur later konden ze een wedstrijdje voetballen. Die hele discussie vind ik gewoon te gênant voor woorden. Ja. Ik vind het een aanfluiting, een schoffering naar de mensen in de zorg, naar de mensen in de bouw, naar de mensen op de vrachtwagen, naar de mensen in de winkels. Vind ik het een schoffering van wij kunnen 48 uur later niet een wedstrijdje voetballen. Je had hem 100% gewonnen. En nu verlies je hem. Nee, maar dat zeg ik net de missie ook natuurlijk. Daar heb ik me ook mee te maken met mijn elftal natuurlijk. En dan gaan wij op Hermes, mijn elftal dan. En dan zeg ik ook wel eens het mentale gedeelte tegenwoordig van de jeugd. En ook bij mijn elftal. En ik denk dat heel veel trainers daarmee te maken hebben. Kan gewoon veel beter. Ja, klopt. Ja. En ik zeg altijd, het lichaam moet pijn lijden. Weet je wel? En dan kijk ze wel. Ja, ik geef je wel mond-mond behandeling onder die douche. Ja. Als je een beetje moeilijk hebt. Ja, toch? Ja. Ja, nee, en dat is het probleem tegenwoordig. Het zit allemaal met die klote telefoon in de handen. Alleen maar die telefoon in de handen. En de onderbroek onder de douche, hebben we er ook nog Maar je mag het dan mag je het weer niet zeggen dat het een betaald generatie is. Of dat het de hele generatie. Wat je ook al zegt met mobiele telefoons, als ze verloren hebben. Ik weet wel, als wij vroeger met het tweede verloren van ABSS, dan kwam je die kleedkamer in en dan vlogen de potten thee en de schoenen vlogen door de kleedkamer heen. En tegenwoordig gaan ze zitten en ze pakken de telefoon en je ziet ze alleen maar schuiven en zo. Ja, ze zijn het weer binnen 5 minuten vergeten. Nou, ik ben er ziek van zonder avond, meen ik echt. Nou, dat... ik zeg, mijn vrouw heeft geen gezellige Jerry Vist hoor, zonder avond. Dat is verlies. Nee, maar dat is zo, Michel. Het is waar. Het is inderdaad een andere generatie, laten we het dan zo noemen. Maar ik denk dat de beleving, dat hij misschien... Ja, die is er wel hoor, natuurlijk. Maar er wordt anders mee omgegaan. Ik denk ook dat aan amateurvoetballen, dat er nu ook tegenwoordig anders naar opgekeken wordt, zeg maar. Het is wat minder geworden allemaal. En daarom maken mensen ook andere keuzes. Gaan ze verhuizen of zeggen ze, ik ga naar een verjaardag van mijn oma. Ja, maar het is wat Hans van Dijk het eerste uur zegt, voorzitter van de SCV. Die zei letterlijk, hij zegt, ze weten 3 weken van tevoren dat ze een begrafenis hebben. Ja. Ja. Hij zegt, om onder de training uit te komen. Ja. Als het een huurmoordenaar is, dan kan dat. Ja. Je begrijpt, de hele mentaliteit is gewoon... Ze weten van elkaar niet eens meer wie, waar en hoe laat en wat ze voor werk doen. Dat interesseert ze helemaal niet. Dat merk jij ook in de loop van de tijd dat je trainer bent geweest? Want ik weet zeker. Ik weet al van 3 wedstrijden maak ik tegen moed. Ja? Ja. De komende 3 wedstrijden. Als ik dat dan een speler van mijn elftal of een, maakt niet uit, van mijn elftal ergens dan, die weet dit echt niet. Die zijn maandag, die weten nog niet dat ze zaterdag of zondag tegen de ziektes moeten. Geen maar ze weten ook en dat is het verschil. De collega waar ze mee in de verdediging staan, daar weten ze vaak niet eens van wat voor werk ze doen of wat voor studie ze doen of weet ik veel wat. Ja. Want dat interesseert ze niet, want ze zitten alleen maar met die telefoon te kloten. Ja, oké. Dat ben ik ook met die rassen bezig, weet je wel. Wij zijn ook een internet gebeuren, hè, trouwens. Jawel, maar je begrijpt donders goed wat ik bedoel. Ja, absoluut. Maar ik ben ook met die rassen bezig. Op het mentale gedeelte, dan moeten we nog stapjes maken, Hermes. En ik ben wel blij dat Bas Kerkhoff, die heb ik wel aan het werken gekregen als spits zijn. En ik was vroeger toch ook wel een beetje lui hoorde voordat ik bij Hermes kwam. En ik moet zeggen, hij scoort dan iets minder dit jaar, maar hij werkt helemaal kleurenblind. Ja. En ook op de trainingen. En dat, daar ben ik toch wel trots dat je dat erin hebt gebracht. Maar het moeten er nog 3-4 zijn en niet eentje die dan een beetje... Ja, als trainer kan je het triggeren, maar het moet in de persoon zelf zitten. En ik denk dat het steeds minder in de personen zelf zit. Ja, dat tuurlijk. Dat een beetje het punt is. Het is ook de persoon zelf. En dan praat ik ook met die gasten. Weet je, ik zeg, joh, wat is dat nou voor training wat je aflevert? Ik zeg, jij kan nog 2 uur trainen. Ja, en dan zijn ze nog niet moe.
Maar hetzelfde goed, als er drie keer een kans voor die komen is op de training en ze lachen, ja, dan word ik gek. Ja. Je moet erin die bal. Ja, dat is ik zo. En zondags precies hetzelfde. Wij hebben de laatste weken spelen we goed voetbal en we creëren heel veel kansen. En zo is de laatste keer tegen Meverplaat moet je echt de rust in gaan. En overdrijf niet, maar gewoon 4-0 rusten. En dan is die wedstrijd gespeeld. Ja, ja, ja. En je houdt die gasten nog steeds in de race. Ja. En de tweede helft is gewoon billen knijpen. Ja. Is het gewoon paniekvoetbal. Maar wat onnodig is. Zulke soort gasten, die zou je eigenlijk wensen. Helaas kan het niet meer, want allebei heb ik er toevallig twee die allebei overleden zijn. Maar zulke soort gasten zouden we eigenlijk eens een halfjaartje als trainer mee moeten maken. Jan van der Hoek. Ja, die ken je nog wel? Ken ik, Jan. Ja, ja. En Gerpijl. Ja. En Gerpijl. En dan wil ik na een half jaar wel eens zien of die gasten, die worden helemaal kleur, die worden helemaal gek. Ja, dat is andere methodiek, hè. Tegenwoordig moet je periodiseren. Ja, maar als die jonge ventjes Jan van der Hoek zouden meemaken, dan zeggen, dan gaan ze ons gemeens vragen, die man is niet helemaal goed. Ja. Maar die leefde at, sleep, voetbal. Ja, maar dan hadden wij natuurlijk, Jan van der Velden was mee trainen vroeger. Precies, natuurlijk. Dat is er ook zo een. Nee, dat was dezelfde persoon natuurlijk. Dat is er ook zo een. Dat was er ook een. Nou, Bergie, man, als hij een cornerbal slecht met de training schoot. Hey, was klaar. Ging een fluitje en terug. Ja. Dan moet je ook een ding doen. Ik heb Jan van der Velden. Ook in de wedstrijd, hè? Dan moet je hem geloven nemen. Ik heb Jan van der Velden nog gezien bij Ursus. Daar heb je ook natuurlijk nog gezeten. Pakt hij de beker, of niet? En, ik weet niet. Amateurs? Ja, volgens mij wel. Ja. Maar eigenlijk, dat was ook zo'n man. Maar die had ook autoriteit. Als hij in de kantine stond, dan stond daar ook wat. Ja, ja. Ja, oké, okay, maar als de trainer nu een beetje bij de hand doet, dan wordt er via WhatsApp wordt er gewoon onderling gezegd, waar is die gozer nou een beetje? Ja, ja, ja. Dat gebeurt, hè? Ja. Sociale media, daar moet je ook een beetje naar uitkijken. Tegen ja, het is mooi. Zegt, ja, het is moeilijk, hoor. Het is moeilijk, denk ik. Ook voor bijvoorbeeld leraren. Ja, maar ze worden allemaal bij de hand, dus ze pakken je op boorden natuurlijk. Ja, dan moet je wel aan. Ja, zijn we met de fotootjes. Ze denken nog steeds dat ze allemaal Maradona zijn, maar ze kunnen nog geen bal over 4 meter recht vooruit schieten. Ja, laten we niet generaliseren. Je hebt ook echt goede gasties. Ik heb een goede groep, ben ik heel eerlijk. Ik heb echt een hele leuke groep, een goede groep. En kunnen goed voetballen, weet je wel. Alleen is het eens dat ze kunnen nog stapjes maken. Ja. Waar ligt de top? Van jouw ploegie? Want het zijn ook jongens die niet zo weggaan, zeg maar. Die wel echt hermes jongens zijn dat. Maar nou, ik zeg dat ik. Stel dat je dit jaar handhaaft, dat moet gewoon. Moet met dit spelersmateriaal moet dat gewoon. En als je dan nog 2-3 erbij krijgt, dan moet je gewoon mee gaan doen in de derde klas. Ja, absoluut. Waarom niet? Want die jongens zijn dan 22 of de 20, zijn er een paar 3 van 19. Ja. Dus Mike de Lange, die komt net van de A-junior, die staat vast in de basis. Geweldig ventje. Ja. Die heb ik gelijk voor de leven gegooid. Ja. Vorig jaar toen kampioen werd, Asse, KNB en Stefan Dijkshoorn, die waren zo van de A1 ook gelijk in het eerste. Ook heel het jaar gespeeld. En Asse speelt dan nog steeds. En Stefan ook wel eens af en toe. Dus, maar ja, die zijn over 2-3 jaar natuurlijk oersterk worden. Ja, ze. Precies. En ze weten nu, de derde klas, wat ze vereist, wat ik moet doen in die derde klas. Ja, de aanpassing. De aanpassing. Ja, precies, en daar hebben ze nog wel een beetje problemen mee, zeker in het begin. Maar ja, dan zeg ik, over 2-3 jaar, met dit elftal en een paar erbij. Ja, misschien twee, je mag eigenlijk niet zeggen, maar gewoon 2 schoffies die de mouw opstropen. Ja. En die gasten toch een beetje coaching, want het missen ze ook een beetje coaching. Als ik naar jouw stand kijk, jij staat op 16 punten. Je staat maar 4 puntjes van de nummer 5. Ja. Maar je staat ook maar 3 punten van een veilige 10e plek. Van een 10e plek, daarom. En daarin overschouw nemen dat SCV, de nummers 14 en 13 degraderen direct. Ja, en 11. Over 12 hebben we na-competitie. Ja, 11, 12 hebben we na-competitie. Ja, SCV gaat eruit. Nou, dan heb je voorwaarts op 9, Beverplaat op 11 en Ketel Spaarland op 12. Ja. En Abbebroek? Die staat op 15. Ja. Ja. Dus. Ja, kijk, als ik na de windstop. Het is heel belangrijk hoe je uit de windstop komt. En verleden jaar kwamen wij heel goed uit de windstop. Heb ik alleen maar tegen Koen al gelijk gespeeld. Er is alles gewonnen. En toen won je alles heel het seizoen. Toen won je, maar in het begin was het ook nog wel even winnen. Ja, okay. Dus, maar toen won je natuurlijk alles. Maar als je dat zeg, als je van Beşiktaş wint, sta je ineens 6e. Ja, precies. Dus dan met 3,18 of zo. Dus ja, dus het is heel belangrijk. Ik ga ook door met trainen. Ja, dinsdag donderdag en dan volgende week dan niet. Maar ik ben donderdag nog getraind, ik heb dinsdag nog getraind. Ik ga aankomende dinsdag nog trainen. Ja, maar je bent echt, hoe heet het, afgelopen, dit is je tweede seizoen. Je bent aan iets begonnen. Wat nu gewoon heel goed uitpakt, maar ik kan ook begrijpen dat andere clubs aan de staan te kloppen. Dat ze eventueel, die Jerry Visser die willen we wel hebben. Of heb je al contact met Hermes gehad over hoe dat verder gaat lopen? Ja, ik heb wel met Hermes contact gehad. Ja, we zijn een week of 5, 6
wezen eten ja. met bestuur. En dat deed ze heel leuk, want Nieton, dus dat hoeven ze niet te doen. Ja, en daarna heb ik eigenlijk nog niet zoveel meer gehoord. Dus het is nog open. Het moet snel zijn, denk ik. Het is nog open. En je weet, ik wil even wat bij hem is. En die jongens hier, heb ik een hele goede stand aan. Ja, maar is het bestuur van SV, van Hermes, is dat betrokken? Want als ik naar de site kijk, van degene die voorzitter is. En dan heb je iemand speciaal voor de voetbal heb je iemand. En heb je, want ik belde die voorzitter een keer op zondagochtend of die Rieke kon vervangen omdat die op vader op ziek was geworden. Ja. En die was gewoon helemaal klaar. Die had de hele nacht op de wc gezeten. En dan zegt hij, ja, maar ik weet niet zoveel van voetbal af. Ik ben de algemeen voorzitter en dit en dat, weet je wel. Dus vraag maar iemand anders van Hermes. En denk maar, die ja, maar dat kan toch? Die man staat, die weet toch dat hij dus niks van voetbal weet. Dan gaat hij doen. Hij doet wel goede dingen hoor. Hij doet wel hele goede dingen. Ja, maar die dingen. Staat op de site als voorzitter zijn van Hermes. Maar ja, Hans zegt net ook, ik wil helemaal niks van voetbal. Ik ben een voorzitter. Ja, die heb je. Ja. En dan zegt hij toch van, nou ja, doe liever iemand anders die er wel verstand van heeft. Zit hij zit over wickets te praten. Ja, daar heb je ook niks aan natuurlijk. Nee, precies. Ja. Maar je hebt nog Reuter Grassi heb je natuurlijk. Ja, die is, maar die heb ik een keer aan de stand. Die is nu dan eigenlijk voorzitter van de voetbal. Dus, dus daar kan ik het ook heel goed mee vinden. En dan heb je natuurlijk een TD, dat is Louis Teleden. Ja. Dus daar heb ik ook dan heel veel contact mee natuurlijk. Dus, en dan, ik kan me niet voorstellen dat ze niet. Ik weet niet wat jij zelf wil, wie er wat de opties zijn natuurlijk. Ja. Maar jij bent nog niet klaar met deze groep, lijkt mij. Nee, dat denk ik ook nog niet. Maar het voetbalbeeldje is raar. Ja, maar jij bent ook nog niet klaar met het trainingsvak. Nee, daar ben ik nog te jong voor. Ik word 54 in februari. Als jij drie dagen in de week thuis zit bij Erika, dan wordt ze ook dan gaat ze schieten. Ja, dat gaat niet lukken. Dan gaat ze schieten. Nee. Ze staat natuurlijk heel het leven al in waar is voetbal eigenlijk. Want ik ben nooit veel thuis natuurlijk. En dan laat ze me helemaal vrij en is gewoon geweldig. Nee, maar dat bedoel ik. Als jij nu in één keer thuis gaat zitten, dan zit er een paar jaar aan te kijken van wie ben jij helemaal. Ja, toch? Ja, maar ja, dat weet zij ook. Als ik denk ik 7 dagen in de week op de bank thuis zit, dan word ik chagrijnig. En dan ben ik niet meer de Jerry Visser dat je een dolletje moet hebben en verlachen. Nee, dat en ik moet wel lol hebben altijd. Natuurlijk. Ja, dat weet precies. Ik het leven is rot en ik heb ook meegemaakt. En de laatste weken weer is mijn schoonmaan ook overleden. Ja. En dat is ook weer verdrietig. Maar het leven gaat allemaal verder. Ja, precies. En ik heb een drukke baan. Maar daar is het programma helaas te kort voor om alle anekdotes te gaan vertellen. Maar als we daaraan beginnen, dan moeten we Winterland nog een half jaar laten staan. Ja, toch ooit in een show, zat jij of zo? Of wat was het nou precies? Ja, daar ben ik natuurlijk. Daar ben je bekend mee geworden. Corintesse. Ja, mooi hè? Op goed geluk. Ik was 27 jaar. Ja. En er was Henny Semijn nog verzorgen. En dat was zo mooi. Toen ben ik alles hem opgegeven. Echt waar? Okay, en toen zei ik, toen kreeg ik een brief van u ben uitgenodigd. En toen zei ik, jongens, daar ga ik niet naartoe. Toen zei hij, was toen. En die zei, joh, ik ga wel mee. Bijna heel zo. We zijn 2 uur eerder hebben we even de kroeg ingedoken. Een paar biertjes. En toen moest ik een mop vertellen. Sloeg helemaal nergens op. Iedereen lachen. Ja, iedereen sloeg helemaal nergens op. En wil je mop vertellen? Ja, zitten 2 gekken op het tent. En die achter zegt tegen die voorzitter, ik ga je inhalen, weet je wel. En toen, maar ik denk, joh, dat wordt helemaal niks. Ja, ik wil helemaal niks, weet je ook, ik wil helemaal niks. Hij heeft er een emmer fanmail aan. Ja. En een week later werd ik uitgenodigd inderdaad in de live met Corrie Tessen. Echt met Corrie Tessen? Ja, leuk wijf. En wat je dan allemaal meemaakt. Maar wat moest je toen doen? Wat was, je werd gekozen of zo? Of wat was het? Voor mijn tijd, hè? Je werd gekozen. Zo'n krukje was het, En zo'n waaier erachter. Ja. En 3 vrouwen die gaan dan vragen. Ken je de vragen nog of niet? Ja, die ken ik geloof ik nog. Wat was de eerste? Zijn ook, wat was de eerste? Wat zie je in de ochtend als je wakker wordt in de spiegel? Weet je? En wat was je antwoord? Ja, lachende mandarijn. Ja, mooi. Die is legendarisch. Legendarisch, de lachende mandarijn. En die tweede ook. Lachende mandarijn. Zijn slechte en je goede eigenschappen. Dus dat was wel leuk. En toen heb ik daar ook nog een meisje van overhouden in Almelo. Maar kleren en rijden, zeg. Einde Rijksweg. Dat is 200 kilometer. Ja. Daar heb ik nog even volgehouden. Ja. En toen is het bij mij samengewoond. Toen ging het ook. Maar dat is al zo lang geleden. Dat is heel lang geleden. Ik heb wel een emmer vol, wat jij zegt, met heel veel samen. Wat je dan allemaal meemaakt, dan is die tv is toch wel...
Ja, en toen had je ook nog maar 2 of 3 netten. Dus iedereen keek naar dat programma. Ja, iedereen keek. Ja. Dat was het probleem. Het ene was Radio Oranje. En het andere was dan... Toen speelde ik nog een Hermes 1 natuurlijk. En dan kreeg je natuurlijk langs de kant al die ja, mooi. Natuurlijk. Maar dat zijn wel leuke dingen ook natuurlijk. Maar goed, dat zijn allemaal anekdotes. Ik zeg, dat meen ik echt. Als je met Jerry over anekdotes gaat praten, dan heb je even. Hij komt er nog een keer terug. Ja, dan komt hij nog een keer terug. Ja. Maar goed, ja, Hermes, wat gaat. Of je bijtekent, dat weet je nog niet. Je hoopt uiteraard van wel dat je lekker bij jouw clubje kan blijven. Ja. Maar goed, je hebt daar ook niet het eeuwige leven natuurlijk. Dat moet je wel realiseren. Het lijkt me een hele rare actie als hij niet blijft voor hemzelf en van het bestuur. Dat is nee, maar goed, als je het eerste jaar trainer bent en je wordt gelijk kampioen, dan is er toch iets wat goed is aan jou. Tenminste, ik zeg het. Ja, maar hij moet ook willen bij Hermes. Ik zeg het, je bent tegenwoordig meer brandweerman en een schouderklopje. Wat misschien zei je natuurlijk een Guus Hiddink type eigenlijk. Ja. Dus, en dat is toch belangrijk schijnbaar voor een hoop jongens. En ik praat ook heel veel met die gasten, ook buiten het voetbal. Weet je, hoe is het thuis en hoe gaat het met je studie? Dat is toch belangrijk en niet alleen maar... Het leven bestaat natuurlijk niet alleen maar uit voetbal natuurlijk. Nee, dat is ook zo. Ja, we gaan het nog heel even met Jerry hebben over je toekomst. We hebben het er net al over gehad. Jij en thuis zitten, dat gaat niet samen. Dus hopen dat je bij Hermes kan blijven. En anders een andere mooie club in Schiedam of omgeving. Niet te ver weg, want je moet wel op scooter kunnen. Ja, niet te ver weg. Ik heb ook natuurlijk... Jij bent geen Frans schaap die naar Perk gaat. Nee, dat doe ik niet. Nee, dit is voor mij ideaal gewoon. En ik zeg het, ik heb 3 kinderen en die hebben ook sport en spel. En dat is ook wel eens wegbrengen en naar trainen, ophalen. En als ik dit zo bij hem zo kan combineren, dat is ideaal. Maar ja, zondagsverenigingen zijn er niet zoveel meer, Fred. En dat is wel een probleem. De spoeling moet dun, hè? De spoeling moet dun, maar in principe wil je altijd, je ambitie legt wel in Schiedam-Vlaardingen een beetje lekker in de buurt. Ja, Schiedam-Vlaardingen is prima voor mij. Hoe is het verhaal dat Hermes misschien wel weg moet op dat terrein? Ja, ik weet jij het nog met al die clubs waar ze heen moeten en wie er weg gaat en waar naartoe? Ik weet wel dat mijn dochter die handbalt natuurlijk bij Ventura. Ja, Ventura gaat uit Vierdag. En die gaat er dan wel weg. En ik dacht, maar SVV hoorde je net van ons dat die toch daar blijft. Die blijven? Ik heb HBZ? HBZ blijft. Oké. Okay. En Hermes mag de komende jaren ook nog blijven. Ja. En SCDP mag ook blijven. Maar daar komen dus huizen staan. En daartussen dat is een goede zaak. En daartussen willen ze dan ook nog het hele nieuwe complex van Spieren te plakken. Ja. Tussen Hermes HBZ en DPB in. Ja, ik weet gewoon niet hoe dat gaat lopen. Maar kijk, dat de huizen komen is alleen maar gunstig. Je ziet het aan Spaland Ketel. Voorheen zeg maar VBK. Die hebben natuurlijk een vreselijke goede jeugd natuurlijk. Hè? En het is lekker dichtbij. Hè? Je komt van je huis, je rijdt de tuin uit. Nee, en je rijdt zo VBK of Ketel Spaland binnen. Ja, bij Hermes. Jongens die bij mij in Spaland en in Groenhoord en in Woudhoek, waar ze allemaal wonen, die jongens, die moeten toch helemaal door dat Harrapark. Ja, en dat is al jaren. En wat ik net ook zei, de tijd van tegenwoordig is het gewoon moeilijk dat jij je kind van 14, 15 op je fiets ziet door het Harrapark. En het is om 5 uur al donker in de wintermaanden. Ja. En tegenwoordig, het gebeurt zoveel van die rare dingen. Dan kan ik me voorstellen dat ouders zeggen, joh, ik ga naar een voetbalvereniging dichtbij zelfs kijken naar Spaland. Dat is echt om de hoek, of Excelsior 20, dat kan ook nog net door het park, weet je wel. Maar als er dus huizen daar zouden komen, bij je Harga, bij je Ventura, dat zou gunstig wezen. Maar zoveel grond is dat toch ook niet? Daar kun je geen 100 huizen bouwen. 160 huizen. Okay, ja. 160 huizen, dat stukje bij Ventura. Stel dat ze goed tekeer gaan, dan komen we ook in. Maar het zijn allemaal zorgflats. Zorgflats zijn het allemaal. En dan heb je goede jeugd. We hebben hier Ventura 2 weken geleden op visite gehad. En het liefst zouden ze gewoon op dat stukje blijven zitten. Die zijn helemaal niet zo voorstander van. Dat is ook met het nieuwe complex. Naar dat tunneldak te gaan. Nou, het is hartstikke mooi allemaal. En het, weet je, maar ik heb het niet zo op de nieuwe complexen. De ziel gaat een beetje uit de vereniging, vind ik persoonlijk. Kate Spaan is hartstikke leuk dat ze daar naartoe gaan. Maar je moet daar wel weer een bepaalde sfeer kunnen opbouwen. En dat is wel moeilijk natuurlijk op een nieuw complex. Dat heb je gewoon tijd nodig. Ja, nee, dat klopt. Ja, weet je, dan kan ik begrijpen dat ze zeggen, nou, we blijven lekker hier. Maar ja...
Hoe levensvatbaar is je vereniging op dat moment? Ja, nou, dat moet je afvragen. Ze zeggen allebei, want ik heb ze allebei hier gehad, DWS en Ventura. En die zeggen allebei, hey, we zijn helemaal gezond en we willen graag onze eigen identiteit. En we willen niet fuseren en we willen dit niet en dat niet. Dat is emotie, niet. Hè? En dat A4 doet van ons ook niet. Want dat is allemaal ver weg, niet zo, zeg maar. Ja. Wij blijven het liefst in het Hargenpark. Terwijl ze in een hoekje zitten. Ja, nee, dat is zo. Datzelfde als DWS. Nee, wij zitten er prima in Sportpark Teurleden. En we zitten er helemaal goed. Maar ze zitten in een hoekje. Dat wil je niet weten. Ja, iedereen hoeft niet weg en wil niet weg. Maar dat is misschien ook een standpunt innemen. Nou, een onderhandelingspositie. Een kostenplaatje heb je ook mee precies, te maken. Ja, daar heb je mee te maken. Maar ja, voor een gemeente als Schiedam 80.000 inwoners hebben op dit moment volgens mij. Ja. Ja, we hebben wel veel clubs. En ik heb begrepen, als realisme plaatsmaakt voor emotie. Ja, dan moet je gewoon realistisch zijn en zeggen, ja, weet het, er moet een munt uitgegeven worden. We gaan verenigingen fuseren. Ja, dat klopt. En daar komt iedereen ook wel weer overheen. Want dat een paar jaar geleden had niemand het verwacht dat Asfjord en Spierend samen zouden gaan. Nee. Want dat was haat en nijd. Maar die gaan nu ook samen. Met DWS. En bij Ventura werd er gezegd door beide leidinggevenden van, nou ja goed, we werken al samen, maar voorlopig houden we het daar wel op, weet je wel. Die probeerden het nog krampachtig tegen te houden. ABZ PPC, hè, daar weet je alles van, denk ik. Hè? ABZ PPC, ja man, die hadden de grootste vereniging van Schiedam kunnen zijn 25 jaar geleden. Ja. Als ze toen al een fusie waren aangegaan. Ja. Want toen was er een hoop geld. In de gemeente. En toen hadden ze gewoon in Noord, tussen al die huizen in, hadden ze gewoon een compleet complex neer kunnen leggen. Ja. Maar op dit moment, kan ik even terug op Hermes. Hermes leeft weer en het gaat goed met Hermes. Verleden week was ik uitgenodigd op de vrijwilligersavond. Dan hebben ze toch 170 vrijwilligers. Ja. 170 vrijwilligers, ja, ik sprak laatst. Voetbal, fijn is dat 1-0 voor Ajax staat 0-0 tegen Excelsior. Hoe lang nog te spelen? Ja, want, laatst zijn ze begonnen alle drie, dus 10 minuten. Ja. Plus 4 minuten. Dus Excelsior op 0-0, dus tegen Ajax. Ja, wat moet je ermee? De PSV is de lachende derde weer dan. Ja, precies. Het is nog niet gespeeld hoor, die competitie geloof ik. Denk jij? Ja, ik denk het nog niet. Ze zijn over de helft, hè? 16 punten. Ja, zoiets. Je speelt de 34, dus je bent op de helft. Ja. Nou. Ja, dat kan gek lopen. Ajax heeft toen ook een keer 10 punten achter. Ze zijn ook kampioen geworden, toch? Twee jaar geleden, toch? Dus, ja, maar ik zie het nou niet gebeuren hoor. Ik denk Feyenoord, als ze bij de top 3 eindigen, dan ben ik al zeer tevreden. Maar het hele verhaal, we hebben het nou toch over betaald voetbal. Het hele verhaal, drie ploegen overwinteren in Europa. In de Europa League. PSV met hangende wurgen. Feyenoord als eerste. Dat is toch knap? Ja, natuurlijk is het goed. Je pakt er extra punten ook weer. Dat je misschien volgend jaar een extra punt. Dat hoop ik wel. Cyprus, hè? Nee. Nee, maar tuurlijk. Het is alleen maar gunstig. En het is alleen maar fijn voor ons. Want je kan lekker tv voetbal kijken. En ik hoop dat ze het WK ook halen. En het EK ook. Als het Nederlands elftal niet zou halen. Dan is het toch gereed mee. Nee. Dus het is goed voor het Nederlands voetbal. Guus, je denkt ja of nee? Voor het Nederlands elftal? Welke kans zie jij? Ja. Ik vind dat verhaal blijft een aparte man, maar het is wel een kanje natuurlijk. Maar Guus Hiddink, die moet gewoon bij de Nederlandse elftal blijven. Vergelijk hem met Guus Hiddink. Kijk, wacht, zeg Guus Hiddink. Ja, moet hij blijven? Nee. Maar laat hij het gewoon afmaken. En dan ga ik eromheen. Die spelers moeten het toch doen. Het zal toch niet eens een slechte trainer zijn. We hebben alles bewijs. Ik denk het ook niet. Nee. Dus laat hij het gewoon afmaken. Even kort, Jerry, gaan we toch terug naar het amateurvoetbal. Want daar zitten we hier zakelijk voor. Het amateurvoetbal in Schiedam. Alle afdelingen is nu de helft gespeeld. Gewoon even heel kort. ABSS, 13 gespeeld, 30 punten. Knap. Knap, want verwacht, ik heb, verwacht. Nee, want ik heb ze de eerste wedstrijd Hermes gezien en dacht ik, nou die krijgen het weer moeilijk ABSS. Dus ik sta met verbazing te kijken. Dat is de enige wedstrijd die ze verloren hebben? Ja. Tegen Hermes. En dan vond ik het matig. Maar dat is gewoon knap. Marvin. Dat is de enige. Dat werd ook een keer tijd dat ze gingen oogsten natuurlijk, ABSS. Ik wou net zeggen, het zit er drie jaar al. Vier jaar volgens mij. Vier jaar, dan mag het wel wat verwachten, toch? Nou, dan kijken we Hermes. 13 gespeeld, 23. Ja, zakken weg. Zakken weg, na een periode. Ja, zonde. Ja. Dus hij heeft met heel veel blessures te maken. Marvin gaf als verklaring, Hermes heeft de eerste periode titel gepakt. Omdat ze, als je kijkt tegen wie ze gespeeld hebben, hadden ze constant ploegen van onderin op Lena. Maar je moet het wel doen. Je moet het wel doen. Dat is natuurlijk makkelijk zeg, maar je moet het wel doen. Nee, natuurlijk. Maar hij heeft nu ook blessures.
Maar verder is het... Ja, maar is het niet een beetje dat de geest... Is het niet dat de geest een beetje uit de fles is? Want we hebben een periode titel en dat zie je wel meer, hè, bij ploegen. Ja, heel veel ploegen. Ja, dat weet ik niet. Ik denk als je... Ja, je doet gewoon voor het kampioenschap mee. Tot aan 2 wedstrijden geleden. Hè? Ja. En VOB Sparta laat je het afweten. Ja. Maar, en nu is het ook gelijk gebeurd. Hè? Ja, dat is denk je 12 punten, ja, dan ga je niet meer goed maken. Ja, en nu gaat het zoiets worden. Ja, we hebben nu de eerste periode al. En dan ga je langzaam zo een beetje naar maart toe. En dan ga je denken, nou, we gaan... moet nou niks meer, we gaan voor de periode. Maar tot aan 2 wedstrijden geleden, hè, een D-Day, december, ben bezig kijken, nog gewoon mee. Bij hem, ja. Ja, en dat is niks geestelijks, denk ik. Gewoon, ja, en dan SCV, 13 gespeeld, 17. Keurig middenmootje voor een eerste jaar op zaterdag. Dat is prima. Niet verkeerd, toch? Nee, basis creëren voor de komende jaren. Ja. Nou, dan tot zondag... voor jou hebben we het al uitgebreid over gehad, waar je staat. Ja. Ketel Spaarland, 13 gespeeld 12. Francis Schaap. Ja, maar het is raar, maar ik vind het nog knap. Hè? Want ja, wij hebben de eerste wedstrijd, de derde wedstrijd tegen gespeeld, was het 10-1 of 11-1. 11-1. Oh ja. En die ene maakte hem nog zelf, dus geen aanraad. Dus dacht ik, nou, dat wordt heel moeilijk voor Frans. Ja, ik maar het ik moet zeggen, ze pakken toch nu de puntjes. En hoe? Ik vind het knap, want ze hebben ook 1-1 tegen Zwarte Pijl gespeeld verleden week. Ja. En dat was geen verkeerde ploeg hoor, de Zwarte Pijl. En Melvin Rozen, die is natuurlijk geblesseerd. Er vallen wel wat jongens af. Die De Lima, die speelt nu wel. Ja, maar ze werken die is wel heel belangrijk, hè? Ja, maar ze werken keihard en dat is type Frans Schaap natuurlijk, dat is hard werken. SVV, 13 gespeeld 1. Ja. We hebben het met Hans erover gehad. Hij zegt gewoon kwaliteit tekort. Ver uit de zwakste ploegje. Ja, hij zegt gewoon kwaliteit tekort. Die gaan nog met meer resten. Maar ik hoorde dat in de windstop misschien een paar komen. Ik heb geen idee. Ja, maar dat moet ook via, wel kunnen. Via in de banden hangen. Ik weet niet. Ja, maar dat moet wel kunnen. Ja, maar ja. Ze moeten wel spelgerechtig zijn. Anders hebben we er nog geen... Gaan we naar de tweede klasse toe, zondag. Excelsior 20. Ook zo'n geval apart. 13 gespeeld, 10 punten. Kaart moeilijk. Dat is niet goed. Nee. Maar ik denk wel dat het... Is het een gevolg van de complete leegloop, de vijfde kolonne die weg is en dat soort dingen meer. Dus de mannen die er echt al jaren spelen. En dat Kevin Stiefel het nu met een heel jong ploegje moet doen? Ik denk het ook. Hij moet opbouwen. Laat de trainer zijn werk doen, jongens. Want ze hebben er gewoon de mazzel gehad als ze tegen VSC met 3-1 wonnen. Ja. Anders is het gat gewoon vreselijk groot natuurlijk. Ja, maar je wint hem toch? Dus dat is geen mazzel. Ik bedoel, ja, je wint hem. Ja, direct concurrent. Maar dat is de tweede klas natuurlijk. Dus maar je kijkt weer naar volgend jaar dan natuurlijk. Dan, derby zijn altijd goed, hè? Dan weet dat is waar. Ik kan nog een periode pakken. Ja, dan SCD-PW. 13 gespeeld, 21. Hebben toevallig de laatste wedstrijd voor de winststop hebben ze het weggegeven. Want dan moesten ze tegen TOGB. Ja. 0-1. Die staan nu op 27. En anders had hij op 24 staan en SCDP ook op 24. Anders wel gelijk gestaan. Op die tweede plek. Ja, dat is mijn oude club, hè. En ik ben natuurlijk ook gepromoveerd met DPW. Ja, daar is het leeft daar wel. Dat moet ik toegeven. Ja, maar hebben die niet ook een klein beetje alle win mee? Ja, ze hebben ook heel veel kwaliteit hoor. Ze hebben ook heel veel kwaliteit. Ze hebben natuurlijk kwaliteit. Ik dacht echt, ze gaan fluitend gewoon bij de top 3 komen. Nee, maar ik bedoel, en een goede trainer. Ja, en de win mee met dat je bovenin speelt. En kwaliteit van de spelers die eronder lopen. Dat heeft met elkaar te maken allemaal. En dat waar we het over hebben. En 42 selectiespelers, hè? Dat is hopen. Ja, ze willen daar graag spelen omdat de win die kant op is. Weet je wel, dus alles zit mee op zo'n licht. Ja. Maar ik hoorde jou ook het eerste uur zeggen, Misha, als Toon daar ooit weggaat, wat gaat er dan gebeuren? Kijk, ik denk dat het succes van SVDPW op dit moment gewoon heel erg aan Toon hangt. En dat is gewoon, die hebt die jongens ook naar SVDPW gehaald, die komen ook misschien deels voor Toon. Kijk, en nu zitten ze daar, die leren de club SVDPW kennen en daar kennen ze zich heel, vinden ze leuk. Maar Toon is natuurlijk wel gewoon 98% daarvoor verantwoordelijk. Voor de successen die daar nu geboekt worden, dat is gewoon wel een feit. Ja. En hoe dat als hij ooit eens weg zou gaan, ik hoop dat ze daar en dat Toon daar ook aan meewerkt, dat voor zijn opvolging dat het geen zwart gat gaat worden. Nee, precies. Nou, dan hebben we de zaterdag nog bij PSC, 13 gespeeld 18. Had ik veel meer van verwacht. Ja, absoluut. In het begin en ik geloof dat ik niet de enige ben. Nee, daar had ik ook voor. Ja. Ja. Nou hoorde ik van de week, ik was er van de week heen. Maar Henk gaat nu ook punten pakken. Ja, maar ik was er van de week heel even om wat weg te brengen bij PPC. En toen hoorde ik dat Kevin Liefhebber stoppen. Ja, die is gestopt. Ja, die gaat in een vriendenelftal spelen omdat hij weer een nieuwe functie heeft. Ja. Bij die Marus IC. Maar hij blijkt nog wel beschikbaar.
Maar hij kan niet meer zoveel trainen. Dat is gewoon heel erg jammer. En bij Henk is gewoon tegen training spelen. Ja. Ja. Nou, Henk is heel erg daarin. En, maar nogmaals, hij is. Ja, je hebt Jordi natuurlijk achter. Tenminste, die staat nu al in de spits. Ja, en dan gaan ze met één spits spelen. Tenminste, met Jordi dan misschien alleen in de punt. Dat je wat behoudender speelt en dat, ja, dat je de tegendoelpunten die je nu krijgt ook kan voorkomen. Ja. En misschien gaat het ook goed uitpakken. Ik bedoel, ze hebben er 36 voor en 38 tegen bij PSV. Ja. Maar dat is gewoon een hele leuke groep. Hele leuke groep. En, 36 voor, 38 tegen. Dat, dat vinden ze echt onwijs veel. Ja, en ik had het niet verwacht. Publiek ik had PPG, grote winnaar, hè, altijd. Ja, ja, dat is waar. Ja, zeker met een hoop spelers gekomen in PP, hè? Ja, je hebt Ilja Tieren, je hebt Virgil Tapissou, je hebt echt gewoon heel veel kwaliteit, aanvallend vooral. En nogmaals, ja, misschien als je iets behoudender gaat spelen, dat het gewoon dat je minder tegenkrijgt. Ik vind het leuk, scoort altijd. Leuk veld. Ja. Ja. En dan, vind ik de verrassing dit seizoen, vind ik nog steeds, ook met heel veel eigen jeugd, is Keten Spaarland. Ja. 13 gespeeld, 28 punten. Nou, dus die hebben gewoon de laatste twee weken hebben ze gewoon even 6 punten afstand genomen. En dat is eigenlijk het knapste, wat ik steeds zei, ik was meer met eigen jeugd doen. Ja. Ja, dat is knap hoor, want het is allemaal maar halen. Ja. Maar je gaat nou gewoon je eigen jongens de kans geven. En dat doet Ketelspalen doet dat nou maar. Wij natuurlijk. Ja, en dan vind ik dat knap en ik denk dat ze kampioen worden. En de fusie is goed uitgepakt, want je hebt toch van twee verenigingen en noem maar op. En het is toch een eenheid geworden als ik Ronald Schulte mag geloven. Ja, over eigen jongens, die hebben ze absoluut, hè. Maar ze hebben natuurlijk wel drie jongens erbij onder Rozen, die daar wel het verschil op dit moment maken. Bij de zaterdag af tegen. Ja, een goede spits. Ja, precies, een goede spits. Ja, al jaren. Ja, maar dat is Jury inderdaad, ja, tuurlijk. Maar dat is gewoon een hele goede combinatie. En dat vertaalt zich gewoon. Er zit een hele goede kop op die groep. En dat is de sleutel. Ik denk ook dat ze kampioen gaan worden. Maar binnen de voorbereiding toernooi tegen gespeeld. Maar het bijzondere is natuurlijk dat ze vlak voor de winst op echt definitief hebben toegeslagen door eerst Portugal te Portugal, pakken. Hè, ja. En toen die week daarna nog die andere en dat Portugal weer verloor. Ja, PPC, Joep Sef, door. Ja, PPC, want PPC won van Portugal. Portugal, ja, ja, precies. Dus ja, dan. En dat is ook heel belangrijk. Portugal is wel gepromoveerd, hè, verleden jaar. En nu staan ze natuurlijk ook goed. Ja. Een keer met de wereld te trainen. En dan zie je in die afdeling nog twee Vlaamse clubs lopen. En dan valt Sion heel erg tegen. Ja, Sion, dat is inderdaad, dat wordt moeilijk. Absoluut. Dus, die hebben ook qua selectie. Ze hebben een eigen jeugd, hè? En Marcus Sassi sprak ik en die is er keihard mee bezig. Ja, die moeten na de winststop gewoon weer op nul beginnen en er helemaal voor gaan. Ja. En naar een nieuw complex. Je hebt geen eigen identiteit meer. Je hebt geen eigen kantine. Ja, die hebben ze wel, hoor. Het is echt. Ja, maar je hebt geen eigen kantine meer. Het is niet meer dat bolwerk als je daar binnenkwam. Nou ja, ik kom er ook nog natuurlijk wel, Michel. Ik kom er natuurlijk wel eens. Omdat natuurlijk mijn zwager daar ook veel doet bij Deltasport natuurlijk. En ze zijn samen aan Sion. Maar het is berren gezellig. Ja. Ik zie geen strijd. Tussen passen Sion, heel goed het is, passen heel goed bij elkaar. Ik denk dat menig kroegbaas jaloers is, maar voor kantine omzet ze hebben. Ja. Dat wil je niet weten. Dan s'nachts om twee uur lopen ze nog Polonaise. Financieel kerngezond. Ja, denk ik ook. Ja. Dus ik denk dat het een hele goede zet is van Sion en het complex is goed. Ja. Ik heb er zelf natuurlijk een paar jaar gezeten en als assistent trainer geweest. Ja, precies. Dus, maar dat wordt wel wat, hoor. Ja, nou, ik denk het wel. Maar hij moet wel, het wordt wel lastig voor Sion op dit moment sportief gebied. Ja, om dan gewoon resultaten daar neer te gaan zetten. Ja. Ja, en dan heb je nog Victoria. Toen Rekkenhof doet heel goed. Allebei de Victoria's hebben de trainers bijgetekend. Ja, ja, heel goed. Terecht. Heel goed. En dat doen ze gauw altijd bij Victoria. En ook gelijk niet voor 1 jaar, voor 2 jaar of zo. Nee, precies. Ja. En daar heb je hoop vertrouwen in je trainer. Ja. En dat is alleen maar goed, vind ik. Marcel van Hattem. Ik ken hem goed. Mijn klas Met Marcel van der Ven samen. Die hebben het niet makkelijk op zondag. Nee. En op zaterdag 13 gespeeld, 21. Ik vind... Had niemand verwacht. Want verleden jaar, Kevin ging natuurlijk, Kevin Stiefel ging naar XJ20. Vijf spelers die stopten, of die gingen ergens anders voetballen. Ja. Dus ze dachten, nou, dat is moeilijk vooral. Maar die Rekenhof, die heeft het gewoon heel goed op de rit staan. En, komt er bij XJ20 vandaan? Ja, die heeft ooit, Die 1 jaar gezeten? Ja, absoluut. Ik heb hem ooit een paar keer mogen interviewen. En, er was er ook eentje die wel wist waar hij het over had. De Amsterdamse trainer die Duits geeft in Rotterdam. Ja, ja, klopt. Ja, ik heb Schappen gespeeld een paar weken geleden. Tegen hem door de week. Ja. Ja. Goed. We gaan het de tweede helft van het seizoen zien. En ik hoop voor de Schiedamse verenigingen dat ze voor mij allemaal bovenaan eindigen. Ja.
Het liefst wel. De prijzen worden verdeeld na de winst. Ja, maar het zou een goede zaak zijn voor het Schiedamse voetbal. Als alle verenigingen nog een stapje hoger gingen maken. Ja, want het is natuurlijk van te gekken dat je met 11 verenigingen, 80.000 inwoners, het hoogste wat je speelt is tweede klas. Ja. Ja. Het zijn veel verenigingen, hè? Terwijl als je, er zijn dorpen bij in Nederland, als je daar hard voorbij rijdt, dan ben je er gelijk het dorp alweer uit. En dat is wel eens heel klasse op topklasse. Ja. Ja, maar die hebben vaak een hele rijke agrariër. Ja, ik wou net zeggen, als je in die bollenstreek ziet, jongens. Oh. Ja, er zijn 3000 man langs de kant. Precies. Ja, ik zag toevallig gisteravond nog even Rijsburgse Boys, die speelden een inhaalwedstrijd tegen Hardenberg. En die ging gigantisch op de plaat. Ja. En, maar als je dan ziet wat daar langs de kant staat, dan valt het ook wel mee hoor, qua toeschouwersaantallen. Ja? Valt mee? Dus... Ik vond het wel meevallen. Nee, ja. Zoveel stond er ook niet. Okay. Ze hadden gestaan hebben, 1500 man. Nou, vind ik wel weinig. Ja. Ja. Zo, voor de topklasse. Ik zou niet met Dordrecht zouden wel trots op zijn. Hallo? Ja. Maar Dordrecht ging er ook niet meer dan 3000 in. Dus. Nou, had je voor de rest nog wat, Jerry? Nee, ik wil alle sportvrienden een heel goed uiteinde wensen en een hele fijne kerstdagen. En jullie ook uiteraard. En heel veel succes met je programma. Ik vind het erg leuk. Ja, nou, laat weten of je gaat bijtekenen. Ja, dat zijn we heel benieuwd naar. Ja. Vooral Misha is er heel benieuwd naar. Ja, ja, dan heb je weer wat te schrijven op Waterwedstrijd. Ja, ik heb wel eens app verkeer met hem. Ja. Misha, jij nog wat? We zitten helemaal aan het einde nu, hè? We zitten nu bijna aan het einde. Het is echt laatste programma van het jaar, hè? Dus, ja, volgende week is onze vriend en technicus Ed Korengevel is er niet. Oké, okay, ja, dus, nou top, hè? Dan ze elkaar. Dan moet ik zelf plaatjes gaan draaien en dan gaan we niet worden. Nee, dat willen we niet, hè? Wil niemand. Nee, precies. Nee, precies. Nee, maar waterwegsport.nl, 4 maanden geleden begonnen. Ja, ik kan zeggen dat het een heel groot succes is geworden. Ook samenwerken met Pop-up TV. We hebben pas een krant uitgebracht, Voetbaljournaal met Vlaardingen met Sluis. Heel veel voetbalverhalen erin. Nou, dat gaat, in mei gaat dat een vervolg krijgen in Schiedam. Ik wil alle kijkers wil ik nog even op attenderen dat ze naar waterwegsport.nl kunnen gaan om daar de waterwegsporten van 2014 te nomineren. Dat kan tot 27 december. En de winnaar krijgt een heel groot vuurwerkpakket. Aangeboden door de Vaan Sportlet Outcenter. En ik zou zeggen, vul het formulier in en stuur het op. Wie mag je nomineren? Iedereen. Dat is het concept. Normaal gesproken heb je een aantal namen die van tevoren worden geselecteerd. Er zijn ook mensen die zichzelf nomineren overigens. Maar dat terzijde. Dat was een grapje natuurlijk. Dat is een eigen te bakken voor de selectie. Ja. Maar hoe heet dat? Je mag iedereen nomineren. Normaal heb je vooropgezet nominatie, heb je een lijstje. Maar ik vind iedereen ook in het vijfde elftal lopen spelers, vrijwilligers, iedereen die in sportend waterweggebied bezig is, die zou genomineerd kunnen worden. En met een aantal trainers bepalen wij dan de winnaar met het mooiste verhaal. En, dus ik zou zeggen, dus je moet er ook nog een verhaal bij schrijven. Een motivatie, dat wordt wel gewenst inderdaad. Ja, absoluut. Dus. En het moet een sporter zijn, het mag geen trainer zijn. Het mag dus een trainer, sporter, iedereen die verweven is in het waterwegsportgebied. Dus als het verhaal mooi is. Nou, ik zou zeggen, luisteraars ook kijkers, waterwegsport.nl. En nomineren iemand waarvan jij denkt van die heeft een hoop betekend voor zijn clubje. Of het nou handbal is, basketbal, hockey, korfbal, schaken, het maakt niet uit. Nomineren zou ik zeggen. Ja, tot 27 december en daarna wordt de winnaar bekendgemaakt. Nou, dat was dan. Dan gaan we afronden. Dan gaan we iedereen hele fijne feestdagen wensen en in gezondheid. Dat is heel belangrijk. Daar hebben we het vanmiddag al even over gehad tijdens de muziekjes. Dat de gezondheid niet meer vanzelfsprekend is tegenwoordig. En de mensen zijn allemaal wel eens een keer boos op elkaar. Maar doe in hemelsnaam normaal, want je leeft maar één keer. En proberen eens een keer na te denken voordat je iets zegt tegen iemand. En dan wens ik alle luisteraars en alle tv-kijkers heel veel plezier met de kerst. Maak het niet te gek, dat doen wij wel. Qua drinken. En als je met de kerst nog niks te doen hebt, ga even hier in de studio kijken. Want Rob van der Gaag, zijn tweede huis, is gewoon open.